Het blauwtongvirus is in rap tempo bezig met een opmars. Een virusinfectie dat grote gevolgen heeft voor schapen. Nou, blauwtongvirus is inderdaad een virale infectie eigenlijk. Dat gaat er best wel heftig aan toe. Het wordt verspreid door knutjes, dat zijn eigenlijk kleine muggetjes. Gelukkig hebben we het in Limburg nog niet. Maar ja, goed, de kans is wel heel groot dat het binnen nu en een aantal dagen tot weken toch wel hier neer zal strijken. Ik hoop natuurlijk van niet. Maar goed, die kans acht ik vrij klein. Grote boosdoener is het weer dat voor de tijd van het jaar veel te warm is. Ja, die muggen die slaan hun slag nu. Dus dat virus dat is eigenlijk als gastheer, lift dat mee op die muggen. En daardoor verspreidt het zich enorm snel met dit weer. En ja, het verspreidt zich momenteel 15 tot 20 kilometer per dag, heb ik gehoord. Dus dat is enorm snel, ja. De overheid adviseert om de schapen op stal te zetten en deze goed te ventileren, zodat de mug buiten blijft. Maar dit is niet voor iedere schapenhouder mogelijk. Zo'n grote stallen heb ik op dit moment niet. Maar goed, als dat komt, dan ga ik inderdaad de kostbaarste schapen, die zal ik zeker op gaan stallen en ventilatoren plaatsen. En ja, toch proberen te voorkomen. Maar goed, zelf neem ik op dit moment nog geen maatregelen. Ik denk ook niet dat ik veel maatregelen kan en ga nemen. Dat heeft mede te maken met het feit dat ik natuurlijk voor opdrachtgevers bezig ben. En op het moment dat ik ergens ben aan het begrazen en ik haal mijn schapen weg, dan verlies ik gewoon mijn inkomsten. Dus dat is heel lastig voor mij. De vorige variant van het blauwtongvirus was een stuk milder, maar de nieuwe variant die rondgaat is gevaarlijker. Ik heb geluiden gehoord van schapenhouders eigenlijk in de rest van Nederland, waar nu eigenlijk op dit moment de blauwtong erg hard toeslaat, dat ze toch wel 20-30% van hun dieren verliezen. Dus dat gaat soms op grote kuddes van een paar honderd dieren met 2-3 dieren per dag inderdaad. Dus dat gaat vrij rap, ja. Het is eigenlijk gewoon een infectie die loopt via de bloedbanen en ze krijgen dus inderdaad enorm veel last van hun poten, enorm veel pijn aan hun poten. Ja, de hoeven laten op een gegeven moment in extreme gevallen ook gewoon los, zeg maar. Ze hebben enorm veel pijn inderdaad in hun bek. Ze krijgen allerlei blaren rond hun bek, waardoor ze gewoon niet meer kunnen eten. En dat is gewoon eigenlijk het grootste probleem. Voor de rest moet je het gewoon aankijken per dier. En ja, of die het haalt of niet, dat kun je van tevoren echt niet zeggen. Nee. De boeren hopen ondertussen op vorst, maar het lijkt erop dat dat nog wel even kan duren.